Inburking hier in de Fritsenhuis. Eritrese vluchtelingen Kidan Saretsky. En zij wil graag de zorg in. En wij gaan eens kijken of we ze daar naartoe kunnen bemiddelen. Want ze kan al lekker naaien, lekker koken. En ze wil graag met al de niet nooddruftige gerontes gevorderden in de weer. Aanbellen en dan gaan we. Ja, hoe is het? Goed, in met jou. Ja, spreken we Tiginja of Nederlands, Engels? Ik spreek, mijn moedertaal is Tiginja. Ik spreek Nederlands. Ja, en ik spreek geen enkel woord Tiginja. Ja. Dus laten we het gewoon lekker in het Nederlands houden. We gaan proberen. Later. Gaan we gelijk naar de huiskamer of krijg je eerst nog wat te drinken aangeboden? Wat wil je drinken? Maakt mij niet uit, als het maar vochtig is. Ah joh, ben ook de moeilijkste dit. Kidan moest Eritrea 2,5 jaar geleden in de uppie verlaten door allerlei omstandigheden die ze liever voor zich houdt. Vluchtte door verschillende landen heen en zette uiteindelijk haar voet, wellicht definitief, hier in Nederland. Ik hou van Nederland, want Nederland is vrijheidsland. En Nederland taal is moeilijk. Ja. Van mijn vraag Nederland is moeilijk. Ik ben in 3 jaar, je spreekt toch zo goed. Ik woon in niet zo bescheiden, hè? Je kan dat. Ja. Daar zie ik mijn bossa staan. Ja. Lekker. Dit is mijn basha. Mijn basha? Ja. Oké. Okay. Ik zelf gemaakt. Even die taal weg, hè? Wat is je toekomstdroom? Mijn toekomstdroom is zorg. Gewoon zorg werken. Want ik houd van mensen heb. Een basha. Ja, mijn basha. Lekker, lekker toch? Oh. Lekker vers. Lekker dat hapje basha, of hoe het ook heten mag, van de. Maar hoe staat ze er eigenlijk voor? Wat kan ze al? Gelukkig met inburgering geslaagd, alleen schrijven. Wil je nuttig maken? Ja, nu nog steeds leren. Als de vluchteling na de barre tocht eindelijk dan veilig en wel in Nederland Rotterdam is aangekomen, wordt hij meestal door vluchtelingenwerk doorverwezen naar een andere stichting. In dit geval de stichting Hoedje van Papier. En die gaat zich dan weer bemoeien met de vluchteling voor het nodige andere werk, plezierverkeer. We helpen statushouders verder als het gaat om taal, extra taalondersteuning. Ze krijgen een taalmaatje. Maar vooral ook bepaalde levensvaardigheden. Wat heb je nodig om te kunnen studeren in Nederland? Wat heb je nodig om te kunnen werken? Tot uiteindelijk weten wat je wil en daar de juiste handvatten voor hebben. Joehoe, stichting Hoedje van Papier. Ja, 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 daar ben je, daar ben je. Wat doen jullie hier? Jij zoekt zeker Kidan. Nou, wij dachten. Ja, we kunnen even kijken of we Kidan kunnen zitten. Even storen, midden op de oren scoren. Wel aan je huiswerk blijven, hè? Ja, jongens. Deugen, heugen en meugen. Kidan. Kijk, daar zit Kidan. Wat dacht je ervan? We moeten er wat tussendoor, hè? We moeten even naar een nieuw werk worden bemiddeld. Je wil de zorg toch in? Ja. Kidan had heel duidelijk een voorkeur. Ik wil in de zorg, ik wil met oude mensen werken. Het is iets te oud om echt een voltijdstudie te doen. Ik heb geen studiefinanciering meer voor. Dus moesten we een BBL-traject voor haar zoeken. En nou, die hebben we gevonden bij de talentfabriek, waar ze dan 4 dagen in de week werkt. Stage loopt eigenlijk en dan 1 dag in de week gaat ze naar school om uiteindelijk dan haar diploma voor de zorg te halen. Ik begin een opleiding zorg. Ik ben blij. Kidan Saretsky wil graag verder in de zorgsector. Zich daarin bekwamen, maar ik zie hier binnen bij de talentenfabriek 010 allemaal naaimachines staan. Misschien moet ze daar ook een certificaat, een valorisatie qua proeven van bekwaamheid voor verkrijgen om verder met die ouderen vandaag, met die gerontisch gevorderde, aan de gang te kunnen gaan. Hallo daar, ben ik van hartelijk welkom. Fatima, Kidan, daar zit ze dan, dans.
Naast één dag in de week studeren in de zorg, werkt ze hier dus 4 dagen in de week om andere vaardigheden te leren die ze dan ook nog in de zorg uiteindelijk goed kan gebruiken. Gaan we even samen even met 1 beeld erop zitten. Moet jij hem even omhoog doen? Ja? Want we hebben een beetje haast. Dus die tas moet af. Als ik de opleiding diploma ophalen, ga verder naar opleiding 2. Ja, zo. Dat is op zich wel goed. Als bandage kan die nog net, toch? Of niet? Ja. Zie je niet? Gaan. Heeft het in de vingers? Ja, ze doet echt goed haar best. Ja? Dank je wel. Leert graag, hè, geloof ik. Ja. Perfect. Nou, we dachten. Ja, oké, zijn we de dames gedag. Bedankt voor al. Enkele weken later hoor ik dat ze definitief erg graag wil werken in de zorg. En dat ze daarom alvast aan de slag is gegaan als vrijwilligster, omdat ze daar niet alle diploma's voor nodig heeft. Ik ben enorm trots op haar, want ze heeft de juiste Rotterdamse doorzettingsvermogens zich eigen gemaakt. Hallo! Zo, ga je mee eten? Ja. Zo. Hallo. Zij neemt je mee naar tafel. Oh, ja. Neem jij die mevrouw mee? In Eritrea ben ik gastvrouw. Ga nu veel dingen geleerd. Keki aan tafel. De lunch staat voor de deur. Ik vind dit alles uiteindelijk best wel een feestje waard. Dus ik zeg... Hoeveel zitten we nou? Alsjeblieft. 7, hè? 7. Aan de friet, kroketten, frikandellen, souffleetjes en wat al dies meer. Milan, ja. Een beetje feest natuurlijk. Hapsakee. Ja. Heb je nog een boodschap aan andere vluchtelingen, aan Eritrese vrouwen? Ik nooit houd, blijf thuis. Moet leren met ontmoeten mensen, gewoon leren, gewoon vragen. Wat? Is dit een beetje wat je zoekt? Wat je bedoelt? Ja. Wat je leuk vindt? Ik vind het heel leuk. Ja? Ik ben blij gezellig met mensen. Gezellig met mensen? Lieve mensen. En daar zou je graag bij willen komen helpen qua tante helpen. Ja. Toch? Moet je die patat niet te koud laten worden? Heel lekker. Ja? Door even. Dan nemen we onderweg. Hier, lekker. Wil je nog mayonaise erop of niet? Nee? Dan gaan wij weer aan het werk. Vind je het niet erg? Goed. Dan neem ik deze mayonaise nog mee in het andere museum. Goed zo. Fijne avond. Oh, nee, niet verdwalen. Ja. Nou, dan zijn we nu aan het schoonmaken. Oh. Oei. Hallo. Je mag daar, we gaan naar